Kijk, ons vriendje Moes die gaat weer eens op pad. Hij gaat naar zijn vriendjes. En hij heeft wat leuks bij om mee te spelen. Een mooie rode ballon. En daar is al een van zijn vriendjes. Het is meneer Konijn. Dag, Moestie. Ik heb de... Ja, dat merk ik, zegt Moestie. Maar dat is helemaal niet erg. Mama zegt dat je tegen de hik een flinke slok water moet drinken. Bedankt, Moestie. Dat doe ik meteen. Gulzig drinkt hij. Joepie, mijn hik is weg. Van op afstand heeft iemand alles gezien en gehoord. Het is mevrouw Schildpad. Joehoe, roept ze. Water drinken helpt niet, meneer Konijn. Je moet gewoon even op je hoofd gaan staan. Meneer Konijn wil zo vlug mogelijk van die vervelende hik af, dus doet hij maar wat mevrouw Schildpad zegt. Ook al vindt hij het maar een gekke remedie. Hoe lang moet ik zo blijven staan? Wat een domme vraag, zegt mevrouw Schildpad. Tot de hik over is natuurlijk. Wat? Wie denk je wel dat je bent? Mijn beetje voor de gek houden zeker? Mevrouw Schildpad weet niet wat ze hoort en snel gaat ze er vandoor. Van schrik trekt ze haar kop in haar schild. Ondertussen is Moestie terug naar huis gelopen naar zijn mama. Zeg aan meneer Konijn dat hij zijn adem een tijdje moet inhouden. En als dat niet helpt, dan laat je hem maar eens flink schrikken. Dat wil ook wel eens helpen. Meneer Konijn, zegt hij, ik weet nog wat. Mama zegt dat je dus moet proberen met je adem in te houden. Mijn adem inhouden? Nou goed, maar als dat niet helpt, dan geef ik het op. Oef, zegt hij opgetogen. Dit heeft geholpen. Jij ook met je stomme middeltjes. Je houdt me voor de gek, net als mevrouw Schildpad. Moestie heeft meneer Konijn nog nooit zo boos gezien. En van het schrikken laat hij zijn ballon los. De ballon gaat traagjes de hoogte in. En dan... Moestie en meneer Konijn zijn erg geschrokken. Oh, oh, kijk Moestie, je ballon is stuk. En mijn hik is over. Dat is... heel fijn voor je, zegt Moestie, die door de schok zelf de hik heeft gekregen. Meneer Konijn stikt haast van het lachen. Weet je wat, zegt hij, je moet gewoon even op je hoofd gaan staan. Dat wil ook wel eens helpen. MUZIEK.